In de interviewkamer ga ik elke week in gesprek met een molloot. Wat vindt de molloot van Wie is de Mol en hoe kijkt de molloot Wie is de Mol? Dit is de interviewkamer. Hey alle, welkom weer bij een nieuwe interviewkamer video. En in deze interviewkamer video ben ik samen met Jochem. Hallo Jochem. Hallo. Hallo. Jij kijkt Wie is de Mol? Dat klopt. Nou Jochem, wie ben jij? Wie ben je? Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon een normale jongen zoals iedereen. Met een hele grote passie voor Formule 1. Jezus, die is mol, sorry. Een hele grote passie voor Wie is mol. Ja. 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 Wat doe je een beetje in je leven? Nou, ik doe VWO. Ik zit nu 5 VWO. En ik doe tafeltennis zoals ik net al een beetje verklapte. Ik ben Formule 1 fan. Huh? Raar zeg. Nee. Voor de rest doe ik eigenlijk niet zoveel met mijn leven. Oei. Ja, dus als dat een beetje stopt, dan heb ik echt een probleem. Dan heb je een probleem. Ja. Heftig wel. Heb je nog vrienden? Ik mag hopen van wel. Oh, oké. Okay. Gelukkig. we zitten natuurlijk bij een Wie is de Mol interview. Sinds wanneer kijk je eigenlijk al Wie is de Mol? Ik kijk sinds het seizoen 2016. Toen vond ik het zo leuk. En toen dacht ik, dan gaan we nog een keer kijken. Toen ben ik nog een seizoen 2015 gaan kijken. En daarna gewoon elk seizoen volgen. En ik heb... toen ben ik zelf, omdat ik het zo leuk vond, ben ik zelf ook naar Hints gaan speuren en zo. Ja. Vanaf seizoen 2019. Seizoen 2019. Ja. Nice. Vond je seizoen 2016 een mooi seizoen? Om mee te beginnen als Wie is de Mol kijker? Ik kan seizoen 2016 niet heel goed meer herinneren, omdat het meer seizoen was. Dus ik ben daar halverwege zeg maar, in gestart. Met nog maar 4 of 5 kandidaten over. Dus mijn eerste volledige seizoen was 2017. En dat was wel, vond ik niet verkeerd. Oké. Okay. Nice. Hoeveel mollen heb je tot nu toe goed? Weet je dat nog? Ik weet wel dat ik Jan fout had. Ik was echt overtuigd dat het Stine was. Oh, Stine, ja. Ja, Stine. Ik had Merel had ik goed, ik had Rob goed, vanaf aflevering 3. Ik zat dus op Freesia, dat was volledig fout. Ja, herkenbaar. En, heb ik even een blackout, die was de laatste mol. Jurre. Ja, die had ik goed. Echt? Die had ik vanaf aflevering 1 had ik goed. Bizar. Ja. Heel bizar. Nee, alleen maar beter. Dus 4. 4, ja. 4, ja. Vier. Nee, 5 is wel heel veel. Ja, 5 is een beetje veel, hè? Ja. Heb je ook nog mollen die je een beetje teleurgesteld waren? Die jou een beetje teleurstelden? Ik vond... Jeroen Kijkendevechten heeft in het jubileumseizoen niet echt impact op mij gehad. Maar dat was omdat ik kende hem vanuit 2017. Ja. En daar vond ik hem al niet zo. Maar hij was wel iets beter. Maar ik vond hem nog steeds niet echt indrukwekkend. Nee. Dus. Oké. Okay. Dat antwoord heb ik nog niet gehoord in alle interviews tot dusver. Nee. Allemaal René of Jurre. René kan ook. René was zo slecht, die ben ik gewoon vergeten. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. René was gewoon een beetje een... Ja. Ja. Goed. Wat vond je het beste seizoen tot dusver? Nou, ik heb 2016 teruggekeken met Jan. Zo. Dat was geweldig. Ja. En ik vond het echte seizoen 20 met Rob als mol, vond ik ook geweldig. Ja, en daarna vond ik het telkens een stukje minder worden. Maar waarom vond je vanaf Rob
het dan steeds minder worden? Het begon allemaal zo op elkaar te lijken. Ik herkende heel veel van mijn opdrachten vanuit vorige seizoenen. En ja, dat is jammer. Dat is gewoon jammer. Kijk je de Mol België ook, of niet? Heb ik een keer een aflevering gedaan, maar toen... omdat het niet op de reguliere tv is, is het lastiger om bij te houden, zeg maar. En ik heb iets op de zondagavond, dus dan... Ja, ja. Heb je geen tijd om te kijken en terugkijken, vind ik ook zo wat. Ja, logisch, logisch. Ja. Maar als ze nou een combinatie zouden maken tussen de Mol België en Wie is de Mol Nederland, dan zou dat perfect zijn. Ja, dat zou perfect zijn. Want die maken elk jaar gewoon nieuwe opdrachten. Ja. Al moet ik zeggen, de aflevering die ik van de Mol België heb gekeken, vind ik wel echt geweldig. Dat zijn echt hele goede opdrachten en hele goede afleveringen met hele goede diepe lagen en zo. Weet je nog welke aflevering? Ik weet niet meer welk seizoen, maar vaak een van de eerste afleveringen van het seizoen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want ze hebben ook altijd van die, hoe heet dat, van die grote lagen, maar ook van die dingen die je niet verwacht. Ja, precies. En dat vind ik heel tof en dat mis ik bij Wie is de Mol Nederland. Ja, bij Wie is de Mol vrij oppervlakkig. Ja, het is een beetje hetzelfde elk jaar. Ja. Maar goed. Nou, hadden ze vorig jaar bijvoorbeeld met dat evenement met die kisten en zo. Hadden ze natuurlijk wel iets nieuws. Dat was vet. Dat vond ik heel vet. Ja, en dat jaar daarvoor een livestream. Dus op zich, er zit verandering in. Ja. Maar ja, ik ben dus ook benieuwd wat ze dit seizoen gaan doen. Nou, het is opgenomen, dus we gaan het zien. Ja, ja, het is opgenomen. Dus ja. Ja, 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 ja. Doe je iets op sociaal gebied met Wie is de Mol? Zoals Instagram, YouTube of andere? Ik heb een Instagram account. Wie is de Mol Secrets. NL? Huh, echt? Ja, die ken je niet. Nee, huh? Die ken jij. En daar ben ik, zoals ik al in het begin zei, in 2019 mee begonnen. Heel klein toen, maar onderhand ben ik wel iets groter. Nog steeds niet zo groot als jou of als mollenjagers bijvoorbeeld. Nee. Maar... Ik doe het gewoon binnen mijn schooltijd en dat is niet heel veel tijd, zeg maar. Nee, take it easy, ja. 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 Maar leuk, wat post je daar een beetje op? Post je daar hints op? Nou, dat was wel de bedoeling voor afgelopen seizoen, alleen tijd. In 2021 wel. Deels ook door het lockdown had ik daar wel tijd voor toen. Maar wat ik wel standaard heb gedaan, is gewoon de afvaller posten. Om in ieder geval nog een beetje actief te blijven. Ja, ja. De afvaller posten. De afvaller posten. Ja. Vind je niet dat er heel veel fanaccounts zijn? Ik vind het echt vreselijk veel. Nou ja, ik vind het veel, maar... Als je dan eenmaal in de Wie is de Mol community zit, dan kom je er eigenlijk achter dat er een paar grote accounts zijn en een paar andere accounts die erbij proberen te komen, maar die misschien een half seizoen volhouden. Ja, dat, ja. Ja. Ik heb heel veel accounts waarmee ik contact heb gehad en die zijn gewoon gestopt. Ja. Omdat ze gewoon geen tijd hebben voor al die dingen en zo. Wat ik uiteraard begrijp. Ja. Ik snap ook niet waar jij de tijd vandaan had, moet ik zeggen. Ik zelf ook niet. Maar... Ja. Ja, dat is echt heel bizar. Maar goed. En dan ook nog YouTube en zo. Maar ja, maar nice. Zou je ooit ook nog andere dingen willen doen op sociaal gebied? Nou. Sowieso voor de komende 2 jaar niet. En daarna wil ik eigenlijk me meer richten op mijn werk later. Dus nee, eigenlijk niet. Dus nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, dat kan natuurlijk ook altijd. Heb jij ook nog iets door Wie is de Mol gekregen in je leven? Bijvoorbeeld, denk aan sociale contacten. Ja, zoiets richting die... Nou ja, ik heb jou... Mij? Huh? Nee, want wij praten ook zoveel. Ja, nee, maar ik heb wel een paar
nou ja, ik weet niet of ik het vrienden kan noemen, maar wel een paar kennissen door Wie is de Mol en door de jaren heen en met die Wie is de Mol spellen. Oh ja. Die tijdens corona altijd plaatsvonden. Doen vaak dezelfde mensen aan mee en dat dan kom je toch zeg maar samen. Ja, ik snap je. Ja. Nee, ik doe het zelf ook al mee, dus ja. Huh, echt? Nee, maar wat vind je het allermooist aan het programma eigenlijk? Het allermooiste aan Wie is de Mol? Ja, waarom kijk je het nog? Waarom stop je niet met kijken naar Wie is de Mol? Ik zie het een beetje als een drankverslaving. Het is gewoon verslavend. En het is zeg maar ook... Want je hebt een drankverslaving? Nee, heb ik niet. nee, maar... Om even het voorbeeld te geven. Je hebt een... Het is voor mij een soort serie die zo goed is dat je eigenlijk... Waar elk jaar een nieuw seizoen van uitkomt. En ja, dat moet je gewoon gezien hebben. Ja. 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 Dus daarom zeg jij... Dus, ja. Ik blijf doorkijken. Exact. En maar wat... ja, ik vind het speuren naar de hint gewoon geweldig. Ik kijk dan... Met vrienden. Dus dat is altijd heel gezellig. En die vrienden houden ook van Wie. Het is altijd een mooi moment om zeg maar bij te praten. Van het afgelopen jaar. Want ik zie hun de laatste tijd niet heel veel meer. Maar alleen met Wie is de Mol. Dus. Mooi om in contact te blijven. En te genieten van het programma zelf. Ja, nice. Dat is wel echt tof. Ja. Ja, dat je ze toch blijft spreken door Wie is de Mol. Dat is wel bizar, eigenlijk. Nou ja, we hadden dus eerst heel goed contact en zo. Ja. Wegen scheiden. Want het gebeurt gewoon. Ja. En door Wie is de Mol blijven we wel een beetje in contact. Ja, dat is nice. Dat is alleen maar beter. Ja. Leuk. Wat hoop je nog dat er gaat gebeuren in de toekomst van Wie is de Mol? Oeh. Ik hoop dat onbekende Nederlanders een keer mee mogen doen. Een beetje, ja, dat is in de seizoen 1, 2, 3 en 4 of zo volgens mij ook gebeurd. Klopt, maar, ja. Ja, dat was 1999, was het seizoen van mij. En de BN'ers die nu meedoen zijn geen BN'ers, zijn bijna geen BN'ers. Ze worden meer door Wie is de Mol BN'er, zeg maar. Ja, ik ken er vaak één of twee al. En, ja. Maar ze hebben nog steeds de naam BN'ers. En dan denk ik soms wel eens, ja, laat gewoon echt onbekend Nederlands een keer meedoen. Want die zullen veel fanatieker zijn. En eerder voor zichzelf gaan in plaats van altijd weer voor die pot. Ja, klopt. Helemaal gelijk. Het zou kunnen dat ook daar aankomt, een onbekende seizoen. Ja, klopt. Met The Game van AfroTros. Maar daarvoor moet je video's hebben gekeken om dat te weten waarover dat gaat. Wie zou jij nog willen zien als BN'ers in het programma? Maar dan echte BN'ers. Echte BN'ers. Max Verstappen. Ja. Nou, ik denk ten eerste dat hij... daar geen tijd voor heeft. En ten tweede hoef ik hem eigenlijk ook niet te zien in Wie is de Mol, want ik zie hem al genoeg. Ja. Maar ik zou het op zich wel vet vinden om een keer een Rico Verhoeven bijvoorbeeld te zien. Ja, Rico Verhoeven in Wie is de Mol. Ja. Heftig. Ja. Heftig. Nee. Maar waarom eigenlijk? Waarom zou je Rico Verhoeven willen zien? Nou... Ik vind die gast wel indrukwekkend. Ja, zo groot, zo serieus. Ik ben wel benieuwd hoe die dan in zo'n spel is. Ja, ik snap hem. Ja. Hey, je zei al dat je een beetje met vrienden Wie is de Mol kijkt. Maar hoe kijk je het? Kijk je het als een normale Nederlander of kijk je het als een diehard molloot? Nou, ik kijk het live als een normale Nederlander, want je wil wel gewoon genieten. Mm. En dan wordt er
wel eens wat doorheen geschreeuwd en hoor je het een keer niet. Dan denk je, ja joh, prima. En dan, en dan kom je thuis en dan ga je diezelfde avond nog of de dag erna ga je het programma drie keer opnieuw kijken. En dan ga je op zoek naar hints. Ja, ja. En dan ga dus je schrijft, waar schrijf je dan ook dingen op tijdens het tweede? Ik schrijf zeker dingen op. Ik heb elk jaar een ander molboekje. Ik weet niet hoe dat komt. het is nooit hetzelfde soort boekje. Het is echt heel raar. Maar ja. Dus in live gewoon als een normale Nederlander, zoals iedereen het kijkt. En daarna eigenlijk door de week heen als Die Hard Moloot. Ja, ja. Dat is, ook wel nodig, want ja, je moet toch wat posten. Ja, ja. Ja. Daar heb ik ervaring mee. Ja. Daar heb ik flink veel ervaring mee. Waar let je nou op? De kandidaten doen een opdracht. Waar let je nou op wie de mol eventueel zou kunnen zijn? Nou, vroeger ging ik altijd heel erg op hints. Maar eigenlijk sinds het seizoen met Evron ben ik erachter dat dat niet helemaal meer werkt. Nee. Ik volg nu eerder mijn onderbuikgevoel en ik kijk gewoon wat vind ik verdachte acties. Ja, en wat niet. En natuurlijk, hints kunnen daarin ondersteunend zijn. Maar het is niet. Vroeger ging ik echt af op één hint en dan bleef ik op die persoon totdat hij eruit ging. Maar nu is het gewoon, je kan bij wijze van per aflevering wisselen wie is het meest verdacht. Klopt. Maar vroeger had je ook wel wat duidelijkere hints dan deze seizoenen. Ja, klopt. Ja. Dus op zich klopt dat wel. Ja, en je kan het, er zitten ook fake hints in het programma. En dat vind ik zo vervelend. Ja. Want dat zag je wel bij Ranomi. Dan wordt er een bad eentje ingestopt. Dan proberen ze dat te weerleggen naar Jurre. Maar dat klopt niet helemaal. Die hint. Nee, want een vage hint. Geluk of zo. Hey, hadden wij ook gevonden. Dat hadden wij ook al bedacht. Als een nutteloze Wie is de Mol hint. Ik vond die hacker hint zoveel sterker. Maar dat is dan niks. Ja. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, dan zie je alweer dat één bad eentje naar alle drie de finalisten kan leiden. Ja. Dat is wel bizar. Ja. Yeah. Ja, maar ik moet wel zeggen, sommige accounts gaan wel heel ver slaan we heel erg door met hints. Maar is ook alleen maar mooi. Ja, dat geeft wel meer inzicht. Bijvoorbeeld shout-out naar mollenjagers daarvoor. Ja. En dat is alleen maar positief, Arjan. Ja. Waarom moeten mensen eigenlijk gewoon Wie is de Mol kijken? Stel, er loopt een of andere man op straat en die heeft geen idee wat Wie is de Mol is. Wat zou jij hem vertellen om toch Wie is de Mol te kijken? Nou, ten eerste, eigenlijk vanwege de mooie natuur, want dat is gewoon wat Wie is de Mol heel goed kan neerzetten. Ook als het land niet heel mooi is. Ja. En als je dan wat dieper in het programma wil gaan, dan natuurlijk de opdrachten en de storyline. En ja, als hij dan echt Die Hard Moloot wil worden, dan kan hij ook op zoek gaan naar hints. Maar het begint wel bij gewoon het spel zelf en natuurbeelden. Ja, ja. Want dat is ook een reden voor jou om te blijven kijken. Ja, ik vind het spel op zich gewoon geweldig. Ja, ja. Maar ook het landschap. Dat is nog een extraatje. Zou je op vakantie gaan in landen waar Wie is de Mol geweest is? Vroeger wilde ik dat heel graag. Als klein kind. Maar nu. Eigenlijk niet. Maar dat is meer gewoon omdat je dan, ja, Wie is de Mol komt op zulke speciale plekken. Waar ze waarschijnlijk geld voor hebben betaald. Ja. En waarschijnlijk niet een klein beetje ook. Dus ja. Is vrij lastig.
Je zou op vakantie kunnen gaan naar bijvoorbeeld ja, Mexico. Ja. Zou kunnen. Maar natuurlijk, de landen in Europa zijn wel makkelijk begaanbaar. Zeker. Als je bijvoorbeeld naar Florence of... Ja, dat is makkelijk. Italië ja. of zo. Ja. Hey, heb je nog eigen toevoegingen? Of wat zou je de kijkers mee willen meegeven? Gewoon lekker genieten van het programma. En kijk vooral op Tim's video's. Nee. Ja. Nee, maar kijk, geniet vooral van het programma en blijf kijken om de reden waarom jij het leuk vindt. Want het draait erom dat jij gewoon plezier hebt in het programma. Ja, nou, dat vind ik heel mooi verwoord van jou, Jochem. Dankjewel ook voor het interview, Jochem. Ja, dat was hem alweer. Jij bedankt. Oh, ja. Jullie ook bedankt voor het kijken naar deze nieuwe interviewkamer video. Volgende week zijn we er natuurlijk ook weer met interviewkamer video. Abonneer voor meer en dan zeg ik laters.